dit blijft toch een van de mooiste uitzichten van Nederland, hè? Rollende heuvels van de Veluwezoom. Ik ben er even lekker op uit vanochtend om op zoek te gaan naar wat wild. Tot nu toe al verrast met een edelhertdame die er snel vandoor was. En een flinke wild zwijn die wel even wilde poseren. Vooral zijn kont kunnen filmen, maar heel even liet hij zijn kopje zien. Nu er lekker op uit om te kijken wat ik nog meer tegen kan komen. Ik verwacht niet superveel wild, maar alles wat ik zie is mooi meegenomen. Let's go! En daar ben ik dan ook wel weer blij mee. Twee mooie reeën nog, één mooi bokje en een hele mooie donkere geit. En ik zei het in een vorige vlog al een keer, ik zie die niet zo vaak, dus ik vind het extra leuk als ik die dan tegenkom. Wat vooral de uitdaging is vanochtend, is door het glooiende landschap, merkte ik al dat ik een paar keer gewoon mijn camera te laag had staan. Dus dat je dan net niet lekker kan filmen. Dus ik heb hem maar gelijk even mooi zo op hoogte gezet op het statief. Wild zwijn, edelhert die niet op beeld wilde, twee reeën. Gaat best lekker zo. Nou, dat gaat goed zo. Edelherten stonden verderop, uiteindelijk net in de beweging kunnen filmen, want die edelherten die zijn hier zo ontzettend op hun hoede, hè? Dat is echt ongelooflijk. Eén beweging en hop, ze zijn er vandoor. Ik zie ze ook steeds te laat, ik weet niet wat het is vanochtend, ik ben niet helemaal op mijn best, want iedere keer als er wild is, dan heeft het mij al lang gezien. En ik hen nog niet. Maar nu ook weer, mooie reegeit, tonnetje rond, dus die zal binnenkort waarschijnlijk ook kalfjes gaan krijgen. Prachtig mooi beestje. Ja, heerlijk. Wild overal. Overal. Er is wild te zien. Het is lekker vroeg. Het is lekker rustig. Ik vind het heerlijk. Toch lekker. Nog een roedeltje kaalwild. Die de vandoring tussen de bomen door. En ik zag ze op een gegeven moment al lopen. Ze hadden mij natuurlijk weer eerder door dan ik hen. Zo gaat het al de hele ochtend. En op een gegeven moment, ik loop een stukje door en ik loop een stukje achter ze aan. En op een gegeven moment zie ik ze opeens aan de andere kant van het pad. Waren ze dus het pad al overgestoken. Daar had ik ze mooi kunnen filmen. Toen zag ik er eentje stilstaan tegen een heuveltje. Een redelijke afstand. En toch gelukt om er nog eentje op beeld te krijgen. Dus die edelherten zijn ook weer binnen. Helemaal mooi, zwijn, edelherten, reeën. Heerlijk ochtendje. Dit is een beeld wat je over de hele Veluwe en eigenlijk door heel Nederland nu steeds meer tegenkomt. Kak. Wolvenkak. Dit zijn drollen vol met haar. Zo'n wolf die legt het altijd neer op een beetje een verhoging in het landschap. Het liefst midden op een pad. Dus die kan laten zien, dit is mijn territorium. En geurspoortjes ermee achterlaten, ook om andere mannetjes, zeker vrouwtjes, te laten weten, ik ben hier in de buurt. En de grap is, ik was hier net al voorbij gelopen. En toen liep ik terug en toen denk ik opeens, verrek, kak, vol met haar. En nu zijn er ook al andere dieren die wel eens vacht in hun poep hebben zitten. Want wilde zwijnen die lusten ook graag natuurlijk een, bijvoorbeeld een kadaver of iets dergelijks. Maar deze plek, in combinatie met hoe het ligt, met het puntje eraan daar zo. Wolf, heel vet.
Ah, dat zal je altijd zien. Heb ik eindelijk, na echt een goed uur struinen en niet zoveel meer zien na die wolvendrol, eindelijk twee reeën gevonden. Zet ik mijn camera neer op het fietspad. Niemand te bekennen. Komt er opeens om de bocht iemand op een fiets. Die belt en die wilde langs. Ja, ik kan hem geen ongelijk geven. Maar ja, die reeën die stonden net een beetje mooi vrij en die lopen dan natuurlijk net door. Helaas. Een paar vage beelden geschoten, maar goed, die staan erop. Ondertussen lekker op de terugweg. Een aardig stukje lopen, dus we houden lekker de pas erin. Nou, ik ga het voor gezien houden. Heerlijk ochtendje zelf de Veluwe. Echt genoten, veel mooie dingen gezien natuurlijk. Veel reeën die allemaal wel of niet op camera wilden. Wild zwijn die zich mooi liet zien. Edelherten natuurlijk gezien. Ik heb nog een voorbijvliegende koekoek weten te filmen. Zwarte specht nog gezien, die wilde helaas niet op film. En natuurlijk nog een flinke drol. Dat was ook wel een leuke om mee te pakken. Ik hoop dat jij het superleuk vond om ook mee te kijken zo. En om met mij mee te gaan op online avontuur in de natuur. En als je dat nou tof vond, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen en even een comment achter te laten. Als je nog niet geabonneerd bent, zeker doen. Vergeet niet het notificatiebelletje aan te zetten. Ik krijg iedere keer een update als er een nieuwe video online staat. Zie ik jou de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!